jullie er weer zijn, zeg. Allee, rakkers, waarom? Waarom hebben jullie? Waarom hebben jullie geen tekeningen gemaakt, hè? Wat? Rigarom, ome Willem is een beetje... Ja! Rigarogen, ome Willem, kijk uit je... Ogen! Zo, rakkers, hartelijk bedankt voor jullie mooie tekeningen. En ik ben er heel, heel erg blij mee. Zo gezellig, rakkers. Wij gaan er vanmiddag eens even met elkaar een lekker potje van maken. Wie weet gebeuren er vanmiddag nog wel allemaal spannende dingen. Ik heb namelijk vanmiddag een paar plannetjes. Zeg eens even allemaal, zijn er hier ook rakkers in de zaal? Hé, 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 dag Lem. Hey. Moet je daar eens kijken, rakkers. Daar zit een grote grijze geitenbreier. Dag Harry. Dag ome Willem. Zo, de Harry Banning. Dag, dag ome Willem. Nonoja. Dag ome Willem. Zo, rakkers, Rora Relletje. Hier staat mijn drum. Stelletje, goed zo. En geef elkaar maar even een klein kusje. En dan nu aan het werk. Luister even wat ik vraag. Luister wat ik vraag vandaag. Zeg maar ja of zeg maar nee. Doe maar mee. Zeg eens even allemaal. Zijn er hier ook meisjes in de zaal? Ah, meiden, gezellig. Ach, dat doet mij veel plezier. Zijn er ook wel jongens hier? Ah, grote, sterke jongens. Wat ik ook nog vragen wil, is er hier een krokodil? Ik wou dat ik een ijsje had. IJs met slagroom, lusten jullie dat? Ah, zalig! Snapt het al, daar smul je van. Lust jij ook wel bloemkool dan? Met een paapje, met een paapje, met een paapje, met een paapje. Rakkers, bloemkool met een papje is wel lekker, maar weten jullie wat ik het allerlekkerste van de hele wereld vind? Weten jullie wat er vanmorgen dampend op mijn ontbijtbordje stond, helemaal vers gedraaid en de rook die kwam er nog van af? Oh, zalig, luister even wat ik roep. Lust jij ook een abroodje aboe? Ba om Willem! Een broodje poep is lief. Ba! Broodje poep. Ba! Mag ik niet zeggen een broodje? Nee, oom Willem, geen broodje poep. Goeie ome Willem, rapapa, rapa, 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 rapa. Stomme ome Willem, altijd met je broodje poepen. Jullie wonen in een huis. Heb je ook een tafel thuis? Staat er op die tafel dan een televisie die vliegen kan? Dat bestaat niet. Dat bestaat niet, ome Willem. Dat bestaat helemaal. Rakkers, staat er bij jullie op tafel nooit een televisie die vliegen kan? Nee! Rakkers, is ome Willem gek, ja of nee? Stomme, stomme amateur. Ome Willem, ik geloof dat ik maar niks meer vraag. Het is wel weer een vandaag. Ome Willem stopt ermee. Knip, knap, knip, kom hem dan. Wat voor dag is het vandaag, rakkers? Mind you, rakkers.
Er is straks op de televisie een spannende cowboyfilm. Een cowboy. En dat vind ik toch zo leuk, want dat is een cowboyfilm. En dat is dan met indianen, die ook allemaal veren hebben. En met pijlen en bogen en en met allemaal treinrovers. En dan mannen op paarden, cowboys met achtervolgingen op de prairie. Hands up, man, hands up. En dan met kampvuren en met ratelslangen achter je. Ratelslangen. En dan wilde paarden en lasso's. Maar waar zijn de knabbeltjes en de zoutjes? Chipje erbij, lekker limonade erbij. Ik had ze gisteravond nog. Zei ze nou, hey, hebben jullie de limonade gezien? Nee. Wij drinken geen limonade over, Willem. Heel raar, want gisteravond had ik nog limonade. Ik had gisteravond nog zo'n grote zak met chips. Nou, dat komt dan zo wel. August moet nu natuurlijk eerst naar bed. August wil natuurlijk ook naar die film kijken, maar dat wens ik niet hoor. Aug eens naar bed om Willem lekker kijken. Aug, waar ben je, jongen? Aug. Waar ben je nou? Altijd, als je hem nodig hebt, is hij er niet. En altijd het liedje van verlangen voordat hij naar bed gaat. Aug, waar ben je? Shit, hé. Hebben jullie Aug gezien? Nee. August? Ja? Is dat niet zo'n klein jongetje met een grijs baardje? Ja. En met een klein brilletje en een hele hoge hoed. Ja. En met een geblokte witte jas. Ja, dat is mij en hem gezien. Ja, die heb ik wel eens ontmoet. Waar dan? Hier natuurlijk, hij komt hier toch zo vaak? Oh, maar Willem, die woont hier, daarom is hij hier zo vaak. Oh, zit dat zo? Ja, maar waar is hij dan nu? Ik zou het echt niet weten, meneer. Nee, we hebben hem zeker al een uur niet meer gezien. Ik heb nog niet eens in alle deuren gekeken. Kom jij eens even hier, meisje. Durf dat nog eens, dat ik een beetje hier zo ben, durf jij dat te zeggen? Nou, als jullie dan zo goed weten waar August is, roepen jullie hem dan maar. Roep hem dan maar. Doe maar, als jullie het allemaal kunnen, doe maar. August, waar ben je nou, jongen? Naar bed, zei de arme Lot. Auw, waar ben je, mijn jongen? Oh, hebben jullie ome Willem gezien? Ja. Is hij mij aan het zoeken? Oh, maar ja, maar daar komt hij wel. Zal ik je eens wat zeggen? Ik was erachter aan het spelen, daar had hij me zo kunnen vinden. Ja, en weet je wat ik gespeeld heb? Kooibootje. Ja. Ja, kooiboy. En weten jullie wat ik later ga worden? Cowboy. Poef, een cowboy. en daar kan ik lekker in cowboyfilms mee spelen. En dan ga ik lekker naar mijn eigen televisiespel kijken. Als hij op de televisie komt. Zo. En waar was August eigenlijk wel? He? Waar was jij? Ome Willem, August was daar. Waar? Daar ook. Ja, ho. Daar is daar en hier is hier. August, je gaat je nu uitkleden, gaat je tanden poetsen, je gaat wassen, pyjama aan en onder de lop. Ja, maar het is nog heel vroeg, ome Willem. Vroeg? Hoe kom je erbij, jongen? Het is al hartstikke laat. Weet jij eigenlijk wel hoe laat of het is? Nou, gisteren was het nog later. En daarom moet je nu vroeg naar bed, August, anders kom je morgen te laat, jongen, natuurlijk. Ja, maar ik heb helemaal geen slaap. Moet jij eens opletten, August. Als jij één keer in je bedje ligt, dan krijg je toch een slaap. Lekker naar de badkamer toe, August, en handjes wassen. Hé, maar ome Willem, als ik te vroeg naar bed ga, ben ik ook vroeg weer wakker. Dan word ik midden in de nacht wakker en dan kan ik niet meer slapen. En wie moet jou dan de volgende ochtend weer uit zijn nest trekken als hij te laat is gaan slapen? Dat ben ik. Nou, hupsakee, naar de badkamer, opschieten, wegwezen. Zo, zal helemaal wat moois worden, rakkers. Hier, moet je
Moet eens even kijken, zeg. Straks mis ik het begin van de film nog. Is er een film? Ome Willem, is er een film? Wat? Hoezo? Wat? Film? Hoe? Nou, u zei toch film? Rakkers, jullie krijgen allemaal een petje. Zei ik film? Nee, hè? Nee! Ik heb helemaal geen film gezegd. U zei film. Ik heb helemaal geen film gezegd. En August, als jij die onzin zegt, jongen, dan is het duidelijk dat je moet gaan slapen. Je eilt, je bent al aan het dromen, onder de bol. Willem, komt er nou een film op de televisie, ja of nee? Zal ik eens even kijken? Waarom zou er nou een film zijn? Even kijken in de gidsmacht. Hey, August, zo, dat is klaar. Dat is gewoon alleen maar een grote mensenfilm. Hupsakee. Zie je wel dat er een film komt? Grote mensenfilm, ach. Nou ga je, hupsakee, onder de wol, hupsakee. Faradoy. Hey, ome Willem, dus je gaat niet kijken, hè? Ik ga niet naar die film kijken, Aug. Maar niet heus. Jongen, om die naar bed te krijgen, zeg. En ondertussen de tijd loopt me door. Ja, jij moet een beetje rustig zijn, hoor. Verdorie nog en toe. Eens even zien, waar zijn mijn chips nou? Verdorie nou. Ome Willem! Ah? Welke pyjama moet ik aan? Zelfde van gisteren, jongen. Ja, maar die is nat. Hoe kan dat? Door de tanden poetsen. Dat droogt wel. Ja, maar dan kan ik niet slapen. Pak dan een schone. Waar ligt die dan? In de kast. Welke kast? Ik kom er al aan, August. Zo, August, gewoon de kast daarnaast, teuterkont. Jantje, waar zit je? Ach, die zal zich wel weer verstopt hebben, omdat hij niet naar bed wil. Hé, Jantje, hier komen. En weten jullie waar Jantje is, kinderen? Nee. Al nou, Katrijn, ik kan Jantje niet vinden, hoor. Dan zoek je maar eens goed, Jan Klaassen. Hij had er al lang in moeten liggen. Zoeken. Dat is maar makkelijk gezegd. Waar moet ik dan zoeken? Huh? Hier is hij niet. En daar is hij niet. Katrijn, hij is nergens te vinden, hoor. Heb je dan overal gezocht, Jan? Ja, hoor. Ja, hè, kinderen, ik heb overal gezocht. Ja. Nou, zie je nou wel, Jan Klaassen? Er zijn ook kinderen die nee zeggen. Nou, vooruit, schiet op. Ja, rustig maar. Ik heb wel een hele schorre stem van het schreeuwen. Hé, zeg kinderen, als jullie nou eens even Jantje gingen roepen, hè? Allemaal tegelijk. 1, 2, 3. Jantje! Jantje! Ja, pa! Jantje! Ja, pa! Help! Zie je nou wel, Jantje? Nou ben ik helemaal doof. Wat zegt u, papa? Ik ben helemaal doof door jouw geschreeuw, stomjoch. En dan kan ik helemaal niks meer horen. Heb je nou je zin? Sorry, pap. Ja, dat is maar makkelijk. Maar u kunt me nou toch horen? Ik kan je helemaal niet horen. Hoe kom je erbij? Kan ik hem horen, kinderen? Nee, dat is helemaal niet waar. Ik ben hartstikke doof. En voor straf moet Jantje meteen naar bed. Hupsakee, slapen. Ik heb nog helemaal geen slaap. Psst, niks mee te maken, dan maak je maar slaap. Hoe kan dat nou? Psst. Ja, maar pap. Psst. Slapen, Jantje. Psst. Hoe kan ik nou slapen, papa? Psst. Hoe kan ik nou slapen als je de hele tijd maar psst roept? Ik wil je in slaap, zus. Dan kunt u toch veel beter een slaapliedje zingen. Oh, als ik slaap, Jantje, slaap zing, ga je dan slapen? Vooruit, kinderen. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Allemaal, en een beetje harder, hè, kinderen. Een schaap met witte voetjes. Hou nou op. Hoe kan ik nou slapen? Ik ben toch niet doof? Oh,
Slaap je al, Jantje? Nee, natuurlijk niet. Oh, nou, nog één keer, kinderen. Slaap, Jantje, slaap. Daar buiten nog. Ja, 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 ik slaap al. Oh, oh, oh. Sst, ik geloof dat hij slaapt, kinderen. Hé, hé, heb wel moeite gekost, hè? Alhoewel, als iemand echt slaapt, dan snurkt hij meestal. En horen jullie hem snurken? Nee, hè? Hé, hey, Jantje, Jantje, je moet snurken. Oh, oh ja, pap. Hé, hé, het is gelukt, hoor. Je zou er zelf ook slaap van krijgen. Weet je wat, kinderen? Ik kruip er zelf ook onder. Jantje, hier komen! Jantje, hier komen! Zo. Rakkers, rakkers, luister. Ik ben nou nog steeds op zoek naar die August. Ik begrijp werkelijk. Hebben jullie hem? Hebben jullie hem gezien? Weet je wat? Hé, hey, weet je wat? Dan zal die direct wel aankomen en dan... Oké. Okay. Rakkers, Rora Rillen, ga maar zitten op je... Ja, ik zie hem, ik zie hem. Oké, bedankt. Zo. Nou, moeten jullie niet aan mijn kop zitten, de teut, Hannes. Ik vind het mooi zo. Ik moet eerst August in zijn bed krijgen. Ah, die August. Zo, jongen, wat was je nog al die tijd, hè? Nou, naar bed. Hups. Kom op. Slapen. August, daar kunnen we misschien van mening over verschillen, maar ik dacht, August, dat je bed daar was. Hè? Oh ja, dat is waar ook. Oh ja, dat is waar ook. Dat waar was je natuurlijk even. Was hij even vergeten waar zijn bed was. Goed zo. August gaat slapen. Kussentje onder zijn hoofd. Lekker liggen. En nu lekker slapen. Welterusten. 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 Ome Willem. Ja, och. Ome Willem. Ik... Welterusten, hou nou maar je mond. Ja, maar ome Willem, ik ben mijn pop vergeten. Ah, hou je mond. Mag ik Jan Klaasje nog even Ja, maar ik hou toch mijn mond? Nou, wees dan stil. Ja, ik ben nou stil. Nou, hou dan je mond dicht. Ik zeg toch dat ik stil ben. August. Stil, heb je dat begrepen? Ik krijg er wat van. Nou. Ja, maar ome Willem, ik vroeg wat. Wat vroeg je al? Ik was mijn pop vergeten. Nou en? Mag ik Jan Klaasje nog even pakken? Nou, vooruit. Als het maar niet te lang duurt. Ga Jan Klaasje maar even halen. Hoi! 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 Gauw, jongen! Oh, ja. Ik moet nog lekker mijn krant lezen, ik moet de boekhouding nog doen. Meer dan genoeg te doen. Zo, hè, verdorie, die boekhouding ook nog. Nou. Zo, hè, hè. Lig je er lekker zo in. Welterusten, Jan Klaassen. Welterusten, August. Welterusten, Aug. Welterusten, ome Willem. Zo. Nou, eens even kijken, dan moet ik hebben hier. Zo. Ome Willem. Ja, August. Ome Willem, ik... Niet weer dat liedje van verlangen, hè? Wat nou? Een slaapliedje, ome Willem. August, hou, ga toch slapen, jongen. Een slaapliedje, ome Willem. August, daar ben je gewoon te groot voor, jongen. Ja, maar anders kan ik niet slapen. Ga nou gewoon slapen, August. Eerst zingen, ome Willem. Nou. August, ik zing nu een liedje. Ik maak er geen gewoonte van dat we dat iedere avond doen. Maar als ik nu gezongen heb, ga je dan slapen, August? Ja, ome Willem. Beloofd? Beloofd. Kom dan bij me. Je bent op zichzelf best een lieve knul. Daar gaat het niet om. Je moet gewoon niet zo beteuten. Rustig zitten.
Ja, zeg, luister even, het is wel 7:30. Maar vanaf 6:30 heb ik op jou gewacht. Want 's avonds voor het slapen gaan zoek jij me eerst nog op. Dan mag het licht nog even aan en ik vertel een mop. Dat wil ik wel geloven, mijn jong, dat geloof ik best. Maar ga nou maar naar boven, ga nou maar in je nest. De televisie is al uitgezet, alleen nog maar nieuws voor doven. Dat was er op het derde net. Ga naar bed, ga naar bed. Doe nou naar bed. Maar het is nu 9:00 of anders 9:30. En ik heb geen slaap gekregen, wou jou nog even zien. En ik heb toch iets meegemaakt, dat is een heel verhaal. Over een dief, die had mijn kluis gekraakt. Ik vertel het allemaal. Jongen, jongen, dat wil ik wel geloven, mijn jong, dat geloof ik best. Maar ga nou maar naar boven, ga nou maar in je nest. De televisie is al uitgezet, alleen nog maar nieuws voor doven. Dat was er op het derde net. Ga naar bed, ga naar bed. Doe nou naar bed. Ik weet dat het 9:30 is of anders middernacht. Wat nu? Ja, zeg het zelf eens. Heb jij al iets bedacht? Als ik nou eens een raadsel geef, kijk ik zo lang tv. En als ik zo lang wakker bleef, schud jij het raad, oké. Dat wil ik wel geloven, mijn jong, dat geloof ik best. Maar ga nou maar naar boven, ga nou maar in je nest. De televisie is al uitgezet, alleen nog nieuws voor de doven. Dat was er op het derde net. Ga naar bed, ga naar bed. Doe nou naar bed, August. Beloofd is beloofd, jongen. Ja, oma Willem. En dan nou naar bed, geef ook een dikke kus. Teuten we er niet meer over. En nou onder de bom. Hupsakee. Kinderen zijn ook allemaal moe. We zijn allemaal moe. Allemaal lekker slapen. Zo. Weltrusten, mijn lieve August. Weltrusten, mijn lieve oma Willem. Ik krijg wat van het vervelende, jongen. Zo, weltrusten. Welterusten. Welterusten, mijn jongen. Zo. Even kijken, rakkers. Ik geloof dat het dit... Oh, ja, ja. Ome Willem. Ja? Is er een film? Nee, dat is helemaal niks, Aug. Helemaal niks, mijn jongen. Ome Willem. Ja? Mag de deur even open? Wat nou weer de deur open? Waarom dan, Aug? Ik ben een beetje bang. Bang? August, ik zal de deur even op een kiertje zetten, hoor. Maar dan niet met teuten, hè? Nee, ome Willem. Oh, jongen. De deur staat op een kiertje, hoor, Aug. Ome Willem? Ja? Ik moet een plas. Een plas? Nou, gauw dan maar, Aug. Ome Willem. Moet ik alles weer opnieuw optellen in de boekhouding? Het was net zo lekker op streek. Domme, kijk eens even rustig kijken. Ze zaten net aan te komen met de paarden. Duurt het weer tijden voordat hij terug is, natuurlijk. Oh. Zo, dat was ook. Dat was ook niet veel. Hè? Nou, in je bed nou. Hè? Ja, maar Willem. Rusten, mijn jongen. Rust, hè? August een lieve grote knul, hè? August is ome Willem grote lieverd, hè? Hè? Ja, ja, mijn jongen. Lekker slapen, hè? Ja, ome Willem. Ja, Aug. Ome Willem. Ik word er nou echt gek van, hoor.
Wat moet ik hier nou aan doen? Ome Willem, ik hoor allemaal geluiden. Auw, dat kan helemaal niet, jongen. Je kan helemaal geen geluiden horen. Er is niks te horen hier. Ja, maar tegen wie zit je er al door te babbelen? Ik zit helemaal tegen niemand te praten, Auw. Nou, wat hoor ik dan? Je hoort de televisie af. Is er een film, ome Willem? Nee, Auw, het is alleen maar testbeeld, Auw. Het is alleen maar een testbeeld. Hè? Slapen, dat is het testbeeld en ome Willem doet de boekhouding. Hè? Wel trusten. Dag, jongen. Dag, jongen. Dag. Ome Willem. Nou wordt het me echt te dol. Weet je wat ik doe, hakkers? Ik zeg gewoon dat het 4 uur later is en dat het midden in de nacht is. Dan doe ik ook net of ik zelf ga slapen. En als ik dan slaap, dan gaat hij ook rustig slapen. Let me op. Hoe zal ik dat doen? Oh ja. Brrr, August! Ho, August! Weet jij hoe laat het is, jongen? Het is 12 uur, wist je dat? Middernacht? Het is midden in de nacht en alle beds slapen ook al. En jij wordt ook slaperig en... Wat heb ik een slaap, August? Ik ga ook naar mijn bed, hoor, Aug. Dag, Aug. Wel trusten, jongen. Wel trusten, Aug. Wel trusten. Trusten, Aug. Wel trusten, mijn jongen. Hè? Ga maar lekker slapen. Zo. Ome Willem. Ome Willem, slaapt u? Ome Willem, slaapt u? Nam. Wat is het licht? Het is helemaal niet middernacht. Het is klaarlichte dag. Wij gaan eens naar buiten. Kijk eens. I love you. Zo. Oh my baby, you are the only one. Even wachten. Oeh, een cowboy film, lekker spannend. Hé. Hey. En wat zie ik daar? Oh, kijk eens. Lekkere chips. Zo. Oh, zal ik ome Willem wakker maken? Ja! Nee. Nee, rustig maar. Hé, wacht eens even. Zit hem stop, hoor. Zo. Hé, ga nou even zitten. Kan ik rustig? Ik vertel het hem morgen wel. Hoe het afgelopen is. Mag dat niet van je moeder? Nou, ik kijk rustig. Ga gewoon zitten. Ik heb het allemaal wel door. Ga maar zitten. Ik zal hem. Nou, ik ga hem te pakken nemen. Ja, ik ga hem te pakken nemen. Let maar op, rakkers. Ik ga hem te pakken nemen. Pas nou op. Ja, jongen, daar komen ze. Kijk eens. Allemaal paarden. Kijk uit nou. Hij zit naar mijn cowboyfilm te kijken. Hij is mijn chips aan het eten. Rakkers, zal ik hem eens even stevig te pakken nemen? Ik grijp die boef. Hop! Hey! Ome Willem, ik dacht dat je sliep. August, ik dacht dat jij sliep. Wat doe jij hier? Nou, ik wou je helpen. Om de film. Met de film helpen, dat is helemaal geen film voor kinderen meer, jongen. Ja, dat u weet hoe het afloopt. Ik weet heel goed hoe dit afloopt, August. Jij gaat naar je bed. Mag ik hem dan niet even afkijken, ome Willem? August, wij gaan heel wat anders doen. Wat dan, ome Willem, wat dan? Wij gaan iets heel leuks doen. Wij zingen eerst met elkaar dat liedje van die vuistjes. Hoe ging dat ook alweer? Deze vuist op. Deze vuist op, deze vuist, deze vuist op, deze. Kan je goed te pakken, hè, Aug? Maar morgenavond, jongen, op tijd onder de wandelen. Ome Willem. Ja? En slapen, hè. Zo, rakkers, krijgen we nou de geitenbreiers uit het orkest. Zo hebben wij daar de hoofdgeitenbreier. Kijk eens, daar is die, Harry Bark. En dan gaan wij langzaam verder. En dan zien wij voor ons verschijnen de papjesgeitenbreier Frankie Nonoya! We are the champions!
Ja, en daar zit hij. De grote grijze geitenbreier Harry Motum. Zo rakkers, August, kom eens hier, mijn knul. Kijk eens even, en wie hebben we hier? Piekendas. Edwin Rutte, de film van Ome Willem. Hé, jij zou me nog altijd een tekening laten zien. Hou hem maar even op. Ja?